Hallo, ik wil jullie in dit filmpje wat vertellen over het project ONT Gaat voor Groen. Wat we hebben gedaan in de afgelopen tijd en wat de plannen voor de komende periode zijn. We hebben ons de afgelopen tijd met de Commissie Duurzaamheid voornamelijk gericht op de volgende drie zaken. Energiebesparing, afvalscheiding en als laatste en grote project natuurlijk de zonnepanelen. Op de kantine en de kleedboxen liggen nu in totaal 154 zonnepanelen. Hierdoor zijn we nu wat betreft elektra energie-neutraal. Aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen en geholpen, hartelijk dank! ONT wilde graag energie-neutraal worden. Dat is nu gelukt. Maar we zijn natuurlijk niet klaar. We hebben nog een hoop duurzame ambities waar we in de komende tijd mee aan de gang gaan. Een van deze projecten is de gezonde kantine. Met dit project willen we een aantal gezonde of gezondere alternatieven gaan bieden. Deze producten komen dus naast het bestaande assortiment en sporters en supporters krijgen zo steeds meer keus voor lekker en gezond. Zo blijft ONT duurzame stappen zetten. Onder het motto ONT gaat voor groen. Heeft u nog tips en ideeën voor ons? We horen graag van u.